Soms merk je dat iets beter kan. Zoals een presentatie van een teamgenoot, een deel van een gezamenlijk project of het gedrag van iemand in je klas of team. Hoe geef je op een opbouwende manier feedback? En hoe ga je om met feedback van anderen? Een constructieve reactie geven op wat je ziet noemen we feedback. De bedoeling van feedback is altijd positief. Je wilt kennis en ervaring delen om anderen te helpen zichzelf te verbeteren. Het is belangrijk om deze vaardigheid goed te ontwikkelen, omdat het je helpt beter samen te werken. Daarnaast moet je natuurlijk ook openstaan voor feedback van anderen, zodat jij zelf kunt groeien. Hoe je feedback geeft, bepaalt hoe het wordt ontvangen. Goede feedback geef je in 4 stappen. Eerst observeer je en beschrijf je wat er gebeurt. Doe dit vanuit jezelf, de ik-boodschap, en zonder waardeoordeel. Ik zie dat je jouw onderdeel van de opdracht nog niet hebt ingeleverd. Dan bedenk je hoe dit je beïnvloedt. Wat is je gevoel hierbij? Dat geeft me het gevoel dat ik er alleen voor sta. Vervolgens leg je uit wat het met je doet. Ik vind het jammer, omdat we de opdracht nu misschien niet meer op tijd afkrijgen. Ten slotte doe je een voorstel hoe het beter kan. Zullen we zo samen een begin maken, zodat je het vanmiddag zelf verder af kunt maken? Als je feedback krijgt, luister dan goed en stel vragen als je iets niet begrijpt. Zie feedback als een kans om te leren en niet als kritiek. Zelfs als het soms een beetje onhandig wordt gebracht. Meer weten over het geven en ontvangen van feedback? Klik hier.